Assalamu alaikum wa rahmatullah. De vraag die voor ligt is, hoe moet ik mijn zaket berekenen? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu rasulillah. Als je eenmaal zakkaatplichtig bent, en wanneer je dat bent, dat bespreken we in een aparte video. Maar als je eenmaal zakkaatplichtig bent, dan moet je dus uh, jaarlijks zaket betalen. De manier hoe je dat berekent uh, is natuurlijk... Uh, kan een veel uitgebreider, gedetailleerder verhaal zijn, maar samengevat komt het neer op het volgende. En een van de geleerden van de self, Maimuni bin Mihran, uh, rahimahullah, overleden in 116 na de hijra, die vatte het heel pakkend samen. Hij zei: إذا حلت عليك الزكاة فانظر كل مال لك ثم طرح منه ما عليك من الدين ثم زكي ما بقي Oftewel, als jouw zaket betaaldag is aangebroken, het jaarlijkse moment waarop je zaket betaalt, verzamel dan of kijk dan naar al jouw vermogen. Al jouw vermogen die zaketbaar is, oftewel uh, geld in alle uh, valuta, handelsgoederen, uh, goud en zilver. Uh, dat zijn de meest relevante voor ons. Kijk dan naar, naar jouw hele vermogen. Kijk dan naar jouw vermogen. Um, vervolgens trek daarvan af wat jij aan schulden hebt. En betaal 2,5% zakket over datgene wat overblijft. Nu, stel dat iemand zakket moet betalen vandaag. Stel dat het vandaag de. De twintigste van Ramadan is. En diegene betaalt elk jaar zaket op de twintigste van Ramadan. Want zoals jullie weten, je betaalt altijd zaket jaarlijks volgens de islamitische kalender. Twintig Ramadan breekt aan en jij moet zaket betalen. Laten we er even samen doorheen lopen. Jij kijkt naar het geld dat je hebt. Uh, je kijkt naar je bankrekening. Je kijkt naar je verschillende rekeningen als je er meer hebt. Je kijkt naar je contanten. Het contantengeld dat je in je portemonnee hebt, dat je in je spaarpot hebt, dat je in een oude sok hebt. Je kijkt naar je contant geld en dat tel je bij elkaar op. Vervolgens ben jij iemand die dus handelt in goederen, in producten, iemand die verkoopt, dan moet je dus je voorraad meetellen. Dan moet je je voorraad meetellen op basis van de verkoopprijs. De actuele verkoopprijs. Hoeveel zou je ervoor krijgen als je nu, uh, als je nu uh, die, uh, die voorraden zou verkopen? Um, ook als je geen handelaar bent of ondernemer, als jij iets te koop hebt staan, ja, je hebt iets te koop staan op, markt, op, op, op marktplaats of je hebt. Um, uh, bepaalde producten aangekondigd bij mensen als zijnde: van... hé, hey, wie wil mijn iPhone overkopen? Wie wil mijn auto kopen? Uh, dan is dat ook een, 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 een verkoopproduct die je dus, waar je zakket over moet betalen als die te koop staat op het moment dat jij zakket moet betalen, dat jouw betaaldag is aangebroken. Geld, handelsgoederen, uh, goud en zilver uh, tel je daarbij op. Er is een bekend meningsverschil onder de geleerden of je zakket moet betalen over gouden en zilveren sieraden die je hebt om, uh, om te dragen voor eigen gebruik. Uh, ik adviseer om, om aan de veilige kant te zitten en dat, uh, die sieraden gewoon mee te nemen in jouw zakketberekening. Dus dan neem je de actuele op basis van het aantal gram puur goud of zilver dat er in die sieraden zit, uh, bereken je. Uh, de dagwaarde daarvan op basis van de goud- of zilverkoers, hoeveel kost 1 gram? Uh, op dit moment doe dat keer het aantal gram, puur goud of zilver, dat in die sieraden zit. En dat geldbedrag tel je op bij jouw vermogen. Heb je eventuele aandelen waar je in handelt, hè, die je koopt om te verkopen met winst? Eventuele uh, cryptocurrencies die je koopt om te verkopen met winst, van los van. Of cryptocurrencies halal zijn of niet, dat staat hier volledig los van. Maar als je die hebt, dan moet je daar zakket over betalen. Um, uh, op basis van de dagwaarde, dus uh, de, 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 de verkoopdagwaarde, als ik ze vandaag zou verkopen, hoeveel zou ik er dan voor krijgen? Dat tel je op en dat noemen we jouw vermogen, jouw uh, 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 zakketbaar vermogen. Je zou kunnen zeggen je bruto zakketbaar vermogen. Vermogen. Want we gaan nog kijken naar de schulden. Op het moment dat je schulden hebt, dus je hebt betaalverplichtingen naar anderen toe, uh, of voordat ik daar nog kom, uh, als anderen, uh, of nee, dat laten we voor later in Jij hebt schulden bij anderen, uh, jij hebt dus betaalverplichtingen naar anderen toe. In dat geval. Uh, is er een meningsverschil onder de geleerden en de discussie is heel erg uitgebreid? Mag je dus schulden die je hebt aftrekken van jouw zaketbaar vermogen of niet? De mening waar ik het meest van overtuigd ben en de meeste rust bij vind, is dat, zaket, uh, is dat schulden mogen worden afgetrokken van de zaket alleen als het een, uh, een denel hal is, oftewel als, het, als de als het een, een direct opeisbare schuld is. Een schuld waarvan de uiterste betaaldatum al is aangebroken op de dag dat jij zaket moet betalen. Oftewel de schuldeiser die zit nu te wachten op zijn geld. Die mag je ervan aftrekken. Dat betekent dus dat je schulden die in de toekomst liggen, waarvan de uiterste betaaldatum in de toekomst ligt, dat je die niet van je zaketbaar vermogen mag aftrekken. Een aantal voorbeelden daarvan. Je hebt een studieschuld bij Duo van 20.000 euro. En je bent nog niet begonnen met aflossen. Dan is dat dus een schuld waarvan de betaalverplichting in de toekomst ligt. Die trek je niet af van je zekerbaar vermogen. Je hebt een studieschuld en je bent begonnen met aflossen en elke maand, elke maand trek je uh, of elke maand los je een deel daarvan af. Meestal een paar tientjes of iets meer, los je dan af elke maand. Ook dan geldt dat je voor de termijnen die in de toekomst liggen, niet mag aftrekken van jouw zakket. Heb jij achterstallige termijnen van de afgelopen maand die je nog niet hebt betaald, omdat, je, omdat het niet kon of omdat je dat uh, ontgaan is, dan mag je die aftrekken van je zakket. De uiterste betaaldatum daarvan is immers al verstreken. Jij hebt geld geleend en de. Uitlener van het geld, uh, die verwacht zijn geld terug over zes maanden. Jullie hebben afgesproken: over zes maanden uh, betaal ik jou terug. Vandaag moet jij echter zaket betalen. Het is 20 Ramadan, jij moet zaket betalen. Die schuld ligt in de toekomst. De uiterste betaaldatum ligt in de toekomst. Die mag je dus niet aftrekken van jouw zaketbaar vermogen. Die moet je buiten beschouwing laten. Uh, een, een andere veelgestelde vraag van ondernemers is. Uh, ik, ik, ik stuur facturen en ik verdien geld uh, en ik weet dat ik straks uh, inkomensbelasting moet afdragen. Dus ik weet eigenlijk al dat een bepaald percentage van mijn huidige vermogen dat ik die straks moet afstaan aan de belastingdienst. Ook daarover zeggen we dat is een betaalverplichting die je hebt voor in de toekomst. Dus die mag je nu niet aftrekken van jouw zakket. Je moet nu over jouw complete vermogen zakket. Betalen. je actuele vermogen, daar moet je zeker over betalen. Uh, en het argument dat uh, soms wordt gebruikt dat het, het is niet mijn geld, dat klopt uh, feitelijk niet. Het is wel degelijk jouw geld. Het geld wat jij nu bezit is jouw geld. En het bewijs daarvoor is dat jij ermee mag doen wat je wilt. Als jij ditzelfde geld wil gebruiken om een investering te doen of om boodschappen te doen of om op vakantie te gaan, dan kan jij dat doen. Dit geld is van jou. Alleen de Belastingdienst verwacht uh, een, een, een nog te bepalen bedrag straks als belasting. Maar dat hoef jij niet per se te betalen van dit geld. En dat maakt dat het geld wat je nu in je handen hebt uh, wel degelijk van jou is. Je hebt er namelijk beschikking uh, uh, over en je mag ermee doen wat je wilt. Uh, dus daar moet je zakert over betalen. En het feit dat er een aanslag van de Belastingdienst. Uh, 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 onderweg is of dat je die verwacht maakt niet dat jij daar zakket over of dat je dat mag aftrekken van jouw zakket. Zelfs al zou je de aanslag al ontvangen hebben, maar je hoeft het pas te betalen over twee maanden. De uiterste betaaldatum ligt in de toekomst, dan trek je dat niet af van jouw zakketbaar vermogen. En dit geldt op dezelfde manier voor alle schulden en betaalverplichtingen die je hebt. De schulden en betaalverplichtingen die je hebt uh, mag je dus alleen van je zakket aftrekken als de uiterste betaaldatum al verstreken is. Of verstrijkt op de dag dat jij zaket moet betalen, dan mag je die daarvan aftrekken, en het bewijs uh, daarvoor. Nogmaals, de discussie over schulden en zaket... is een hele lange discussie, ook een redelijk complexe discussie. Uh, dus ik ben het heel erg aan het samenvatten en probeer het behapbaar te maken voor de kijker. Uh, maar waarom ik dit zeg maar de, de, de meest overtuigende mening vind, is omdat het een middenweg is. Tussen enerzijds geleerden die zeggen dat je schulden in geen enkel geval mag aftrekken van jouw zaketbaar vermogen. En in het andere geval, of het andere uiterste, uh, geleerden die zeggen dat je of elks, uh, 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 elke schuld die je hebt mag aftrekken van jouw zaketbaar vermogen. En zeker in onze huidige tijd zijn veel geleerden van die, mening, die, die laatste mening afgestapt. Omdat vandaag de dag... Uh, is het uh, doodnormaal en gebruikelijk om heel veel schulden te hebben? De rijkste mensen hebben de meeste schulden. En als je al zijn schulden van zijn miljoenenvermogen zou aftrekken, dan zou misschien zelfs een miljonair vandaag de dag geen zaket hoeven te betalen, omdat het uh, gebruikelijk is om heel veel schulden te hebben. Het is zelfs fiscaal gunstig om, om veel schulden te hebben in bepaalde gevallen. Uh, dus het zou tot hele vreemde situaties leiden als. Uh, elke schuld in absolute zin kan worden afgetrokken van de zaket. Uh, ook is het, uh, ook is het uh, zeg maar in lijn met de uitspraak van Uthman ibn Affan, zoals is overgeleverd in de Muwatta van Imam Ali dat Uthman ibn Affan zei uh, tegen de mensen toen hij khalifa was: هذا شهر زكاتكم هذا شهر زكاتكم dit is de maand van jullie zaket. Dit is de maand waarin jullie zaket betalen. Fa'addo عَلَيْكُمْ uh, uh, مِنَ deni. Dus betaal. Los af. Wat jullie hebben aan schulden. Ja. Hatta أَمْوَالُكُمْ amwalukum. مِنْهُ duna Minhu uh, Los af wat jullie hebben aan schulden. En betaal vervolgens zakat over datgene wat overblijft. Dus Uthman ibn Affan radiallahu anhu die zegt: Het is nu het moment om zakat te betalen. Betaal je schulden af en van wat overblijft kan jij zakat betalen. Dit laat zien dat hij verwijst naar schulden die op dit moment betaald moeten worden en niet schulden die je over 30 jaar pas hoeft te betalen of die in de toekomst liggen. Een ander argument waarom ik dit het meest overtuigende argument vind is omdat zakat betaal jij Eigenlijk met terugwerkende kracht over het afgelopen jaar. Zeker betaal je omdat er een jaar over jouw vermogen heen is gegaan. Dus zakert gaat over, zakert betreft het afgelopen jaar. Dus als er een schuld is die ligt in het aankomende jaar of zelfs later, dan valt dat buiten het bereik van waar jij zakert over moet betalen. En dus neem je dat niet in overweging. Je neemt dus jouw vermogen, zoals ik zei. Vervolgens trek je de schulden daarvan af die je hebt, waarvan de uiterste betaaldatum reeds verstreken is. En van datgene wat overblijft, uh, over datgene wat overblijft, dat noemen we dan jouw netto zaketbaar vermogen, uh, daarover betaal jij 2,5%. Laatste opmerking over uh, schulden die anderen bij jou hebben. Ja, wat nou als andere uh, een schuld hebben bij jou. Jij hebt nog recht op geld van anderen. Ook hierover is een uitgebreide discussie onder de geleerden. Uh, wat, uh, 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 wat ik jullie adviseer is: uh, op het moment dat je dus recht hebt op geld van een ander, uh, omdat je geld hebt uitgeleend of iemand anders heeft nog een betaalverplichting naar jou toe, dan uh, moet je dat wel bijhouden natuurlijk. Je moet het administreren. Uh, maar je hoeft er nog geen zakket over te betalen, totdat je het geld werkelijk in je handen hebt. Omdat er natuurlijk altijd een scenario denkbaar is dat je het geld niet terugkrijgt. En, uh, en ook omdat je niet op dit moment actueel uh, kunt beschikken over het geld of het kunt uitgeven. Dus ja, je, 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 je houdt het wel in je achterhoofd, maar je betaalt uh, er pas zakket over op het moment dat jij. Het in je handen hebt en het hebt gekregen. Dan betaal je zaket. En dan is er een meningsverschil onder de geleerden. Betaal je dan zaket? Stel dat, ik, stel dat ik het over drie jaar pas krijg. Ik heb het uitgeleend en drie jaar later krijg ik het terug. Dan moet ik zaket betalen. Betaal ik zaket over alleen dat jaar, dus eenmalig, of betaal ik zaket met terugwerkende kracht over de afgelopen drie jaar? Dat zijn twee meningen onder de geleerden. Ik adviseer het laatste te doen. Om aan de veilige kant te zitten en zaket te betalen over de afgelopen jaren met terugwerkende kracht nadat je het geld hebt ontvangen. Wil je dus uh, wil je dat voorkomen, of wil je uh, 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 zeg maar niet hoeven bijhouden dat zodra je het terugkrijgt? Stel, je krijgt het twee maanden later terug nadat je al zaket hebt betaald. Moet je twee maanden later weer zaket betalen over het bedrag dat je terugkrijgt? Dus dan krijg je meerdere zaket betaalmomenten in het jaar eigenlijk. Wil je dat voorkomen en wil je het eenvoudig houden, dan mag je direct al de zaket over het uitstaande bedrag, mag je direct al meenemen in jouw initiële jaarlijkse zaketbetaling. Dat moet dus niet, je bent het pas verplicht zodra je het ontvangen hebt, maar wil je het gemakshalve gewoon meenemen in jouw zakket, dan mag je het gewoon meenemen in jouw zakket. Dit is een samenvatting van... Hoe je zakkaat berekent als je zakkaatplichtig bent en uh, dus uh, uh, wil berekenen hoeveel jij moet betalen. Ik hoop dat het duidelijk is. Uh, Jazakumallahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.